Nina, goedemiddag. Goedemiddag. Je hebt een verhaal over hoe het voor jullie is om de open dagen die je normaal als open dag doet, dat iedereen langskomt. Dat is een beetje anders. Kan je daar even wat over vertellen? Ja, zeker. Nou, ik heb je een berichtje gestuurd, want ik geef natuurlijk nu 10 jaar onderwijs. En onderwijs is in onze gedachten, dan sta je voor de klas, je doet een leuk verhaaltje en geeft die kinderen natuurlijk wat mee. En waar geef je les in? Ik geef nu les in wiskunde, Nederlands, mensen natuur, mensen maatschappij. Ja, dat is dus het bijzondere van Nehalenia. Want wij hebben de basisschool in de middelbare school gedaan, zodat die kinderen heel veel structuur hebben. En dit is alleen voor de basistak, dus VMBO-B. En dan de kader en de MAVO-kinderen, die krijgen gewoon wel iedere keer een andere docent. Normaal gesproken hebben we een open dag waar we naartoe leven. Nou, dat is eigenlijk een festival waar je een heel jaar op wacht. En dat kan nu natuurlijk niet, want gesloten eerst en dan mag het niet binnen. En de open dagen moeten anders ingevuld worden. Dus het hele docententeam heeft eigenlijk een klein teampje moeten bouwen die iets anders gaan verzinnen voor de scholen. Tenminste voor onze school. Maar wij hebben er echt voor gekozen om een hele dollhouse te bouwen met 360 graden. Een dollhouse, dat is dus een poppenhuis. Ja. En dan komen de mensen eigenlijk in onze omgeving. En daar gaat eigenlijk onze creativiteit verder, want wij hebben een heel callcenter waar de ouders en leerlingen zich kunnen inschrijven en dan bellen ze met ons en dan nemen wij ze mee door die in dat gebouw. En dat moet ik gewoon zien als een echte virtuele omgeving, dus ik kom op een soort website. Ja, je kan alle kanten op alsof je gewoon in het gebouw staat. En kan ik ook dat gebouw in als ik me niet heb afgemeld of moet ik dat echt wel even afspreken? Dat is een hele goeie. Je hebt dus vanaf woensdag 24 maart hebben we met de vrijdag kan iedereen het gebouw zien. Maar echt het meegaan, dan moet je voor inschrijven voor een virtuele tour. En dan hebben we van de VIP persons, hebben we de very important person, hebben we de virtual important person gemaakt. Yes, yes. Precies. Dus die kunnen dan echt met ons mee. En dan zitten wij met headset en call center. Dus T-Mobile is er niks bij hoor. Nina, vat even kort samen. Wat moeten mensen doen die belangstelling hebben voor deze school en hierbij aanwezig willen zijn? Nou, sowieso van de volgende week kijken op onze online virtual tour. Maar vooral inschrijven voor die VIP. Want dat is echt heel erg leuk. Want dan nemen we ze echt mee. En dat is gratis? Dat is gratis. Nou, kijk, dat is. Ja, maar VIP klinkt altijd van, dan moet je toch eens wat sporen hebben verdiend. Nou, het is gratis helemaal very important zijn, yes, yes. Maar dan virtual. Virtual important persons. Ja. En vandaag, want er is wel al wat te doen. Wat komen de leerlingen vandaag doen dan? Ja, de leerlingen die hebben zich uit groep 8 nu ingeschreven voor een junior college. Dat is techniek, food lab, kunst. Sport of aan de Breedweg de reguliere kant of de O&O kant. En dan mogen ze een heel pakket meenemen wat ze thuis dan kunnen bouwen. Normaal konden ze hier in de praktijklokalen een pizza maken of bij sport op de tumblingbaan of iets anders heel leuk doen. Maar dat hebben we nu ingepakt in een klein pakketje en dat kunnen ze dan thuis doen thuis met doen. Hun ouders. Ja, helaas niet met ons, maar maar het is toch wat. Nou, je gaat dus tussen niet met lege handen weg. Nee, dat sowieso. Nou, dankjewel. Ik ga even een rondje doen nog en dan zie ik je volgende week. Dat is goed. Jij bedankt.